Ik heb heel veel vertrouwen in burgers. En ik raad de overheid ook aan om dat ook gewoon te doen. En misschien ietsje minder je druk te maken over dat we dat vertrouwen moeten creëren. Want het is er echt wel. Ik heb ook vertrouwen eigenlijk gek genoeg in de overheid. En ik heb wel last van ze, maar dat is, volgens mij komt dat ergens anders door. Ik krijg heel veel enthousiasme voor mijn alternatief, voor de jeugdzorg. En nou, dat is wel een beetje terecht, denk ik. Want ik heb echt iets bedacht wat goed werkt. Overigens, klein zusje van Jos hoor, maar die is 2 jaar langer bezig. Ik ben bezig, goed mentaal. Maar waar ik last van heb, is een soort derde macht. En dat laat de overheid wel een beetje liggen. Dat zijn hele grote instituten. Ik noem er een paar, zorgverzekeraars in mijn geval. Maar ook echt mega instellingen die heel centraal gestuurd worden. En die met elkaar eigenlijk allerlei afspraken maken. En niet zitten te wachten op een opvoedpolie, bijvoorbeeld. En dat gaat vrij ver. Dat is een uitsluitingsproces waarvan ik denk, dat is wel heel zonde. Als je dat anders zou doen, dan zouden wij echt veel meer kunnen. En dat brengt ook bijvoorbeeld de traditionele zorg in beweging. Ze schrikken ervan. Ze moeten van hun automatische piloot af. Wij zijn buitenboordmotoren en wij sturen bij. En ik denk dat het belangrijk is dat de overheid dat gaat zien. Dat dit soort initiatieven, ja, ik ben burger, ik ben ook professional. We zijn allemaal burgers. Maar dat je daar echt steun voor geeft. En ik noem dat de 5% beweging. Ik wil heel graag dat we 5% uit de overhead van die mega-instellingen halen. En dat we dat gaan reserveren om nieuwe initiatieven echt de ruimte te geven. Want het gaat ook gewoon over geld. We hebben een nauwelijks 5% overhead, dus dat wordt lastig bij ons. We hebben inmiddels 5000 wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgenden die elke dag bezig zijn om zichzelf overbodig te maken. En dat was eigenlijk ook de opdracht zoals ik hem voelde toen ik wijkverpleegkundige werd. Van je bent er om samen met families, gezinnen die problemen hebben, om te zorgen dat ze daar zo weinig mogelijk van hebben en dat je jezelf daarmee kan maken. Dat zijn allemaal kleine projectjes die je samen met mensen in de buurt doet. En die leiden ertoe dat mensen in staat zijn om veel meer zelf op te lossen dan wanneer je ze in het formele zorgcircuit trekt. Alleen die basishouding die er van nature bij veel wijkverpleegkundigen is, die wordt eigenlijk heel erg soms dwarsgezeten door de wijze waarop we onze financiering hebben ingericht. Ik wil even een heel mooi voorbeeldje noemen. In Amsterdam doen we een project en dat is een wandelclub geworden voor dementerende ouderen. En die hebben ze de naam gegeven, we zijn de weg kwijt. En daar komen elke week komt er een groep oudere mensen bij elkaar. En ook de families van die mensen die komen bij elkaar. Die hebben daar een soort lotgenotencontact aan. En die zoeken elkaar op omdat ze dezelfde problemen ervaren. En alleen door die wandelclub, daar hoef je geen begeleiding te geven. Hè, want daar hoef je niet naar die mensen toe om achter die voordeur daar te zitten. Om te zorgen dat ze bezig gehouden worden. Maar hebben ze wat aan elkaar. Alleen het probleem is dat dit soort activiteiten niet betaald wordt. Dus het enige telefoontje wat ik daarover kreeg van de zorgverzekeraar was, uit welk potje wordt dit betaald? En ik zeg, dit financieren we zelf, want we zijn 100 projecten gestart die de zelfredzaamheid van mensen ondersteunen. En die financieren we zelf. En met de resultaten daarvan willen we dan wel naar de verzekeraar om te zeggen dat dat hun een heleboel bespaart. Maar die basishouding, en ik heb begrepen dat uw zus ook wijkverpleegkundige is, dus u moet er van alles over hebben meegekregen. Mijn voorstel zou zijn, luister nou gewoon naar die wijkverpleegkundigen en hoe je het systeem inricht. En ga eens kijken van of je de hele financiering niet heel veel eenvoudiger kan maken. En zorg dat de basishouding die er is, dat die gestimuleerd wordt. En dat dat ertoe leidt dat veel meer mensen met veel meer plezier in het dagelijks leven met de dagelijkse lastige dingen omgaan die ze tegenkomen. Dat is eigenlijk mijn boodschap. Dankjewel.
Ik denk dat je de slag door kan trekken over de ervaring die hier is, maar je kan het ook doortrekken naar de politie en je kan het doortrekken naar de wooncorporaties. Als ik die frontlijn ruimte geef, dan kan ik die overheid een stuk terugbrengen. En dan is de ervaring die hier zit, en naast mij staat, het begint inmiddels duidelijk te worden, dan kan je 40-50% lagere kosten of voor hetzelfde geld 40-50% meer doen. En dat is niet slecht. Dan begint het serieus aan te tellen waar jullie mee bezig zijn. Maar dan ben je met een echte hervorming van de maatschappij bezig. Als je nog vrijwilligers zoekt, wij doen met z'n drieën mee. Ja. Toch? Oké, dankjewel. Oké. Wij komen bij de...